Op 3 juni, een prachtig zonnige zondag, organiseerde LONU Loopgroep Nune de jaarlijkse Van Gogh Loop rondom het park. Er zijn 475 plekken voor de kinderen, voor de scholieren om te lopen en die zijn helemaal uitverkocht. We hebben nog een paar minuten. Ja. Oh, geweldig. Ja, en uitverkocht betekent alsof wij daar geld aan verdienen, maar het kost maar een euro. Welke leeftijd? Maakt niet uit. Ja, dus basisschoolleeftijd. Kinderen die ouder zijn, dus 12 jaar en ouder, die kunnen aan de 5 kilometer straks om 6:30 deelnemen. Beetje geoefend? Ja. Ja? Wat goed. Denk je dat je gaat winnen? Nee. Nee? Wel je best doen, hè? Het zou wel kunnen. Nog een keer, groep 1 en 2? Groep 1 en 2. Oh, en hebben jullie geoefend? Nee. Helemaal niet geoefend. Wie heeft de grootste mond voor jullie? Jij begint met 5. Yo! Grote wielerwedstrijden, atletiekwedstrijden of alleen Nune? Nee, ik zit als speaker van atletiekwedstrijden door heel Nederland. Voor de snelste 3 van iedere groep was er een mooie trofee. Ik heb de prijs ook. En die andere is ook in vorm? Helemaal in vorm. Ze hebben flink getraind. Die gaat het podium pakken. Die gaat het podium pakken. Ja, helemaal geweldig. Een sprintje getrokken. Is wel gelukt, hè? Ja. Man, kijk goed zeg. En jij, Siem? Ja, ik ben 2e geworden. Het was wel heel erg spannend. Ja, was het wel. Anouk, hebben jullie al iets kunnen betekenen in het sportleven van jullie? De nu in Nune woonachtige oudschaatskampioene Annemarie Thomas wordt nog even aan de tand gevoeld voordat zij de start toetert voor de volwassenen.